Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Fem. En het leek me wel leuk om weer een video op te nemen over hardlopen. Ik heb echt een hele lange tijd geleden een video gemaakt over hardlopen. En dat was super goed ontvangen. Maar op één moment, ja, ik wil nog wel een keer een video maken over hardlopen. Maar ik had zoiets van, waar moet ik het nou over hebben? Want hardlopen, ja, ik kan je niet laten zien hoe je het moet doen. Want ja, het is gewoon rennen natuurlijk. En ja, ik weet niet, ik kon er niet zoveel mee, dacht ik. En nu kreeg ik laatst een aanvraag van Jamie, kan je een video maken over hoe je wat tips geeft om toch gemotiveerd hard te lopen in de winter. Dus ik geef eerlijk toe, ik heb er afgelopen tijd ook een beetje last van gehad. Dan is het weer wat grauwer en denk je zo van, ja, eigenlijk niet zoveel zin, moet het dan echt? En inmiddels is het bij mij al voorbij en ja, ik wil eigenlijk wat tips geven om ervoor te zorgen dat je een beetje uit het dipje komt. Nou, de allereerste tip is kleed je gewoon warm. Dat scheelt natuurlijk heel erg veel, want als je buiten bent, is het hartstikke koud. Dan is het gelijk al van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin, misschien moet ik toch weer teruggaan. Wat heel erg goed helpt, is gewoon laagjes. Dus bijvoorbeeld een dun t-shirtje en daarop weer iets. Daarnaast kun je ook thermokleren kopen. Thermokleren houden je sowieso wat warmer. Ik heb een heel dik vest bijvoorbeeld, die vind ik super fijn. Die heb ik nu ook echt al, ja, 2 jaar of zo. En ja, super lekker. Het was gewoon van de H&M. Je hebt er misschien ook even voorbij zien komen, een grijs vest. Maar het is echt wel een lekker vest voor in de winter. En dan kan ik het, zeg maar, ook mijn vingers in doen. Ja, er zit, zeg maar, een gat in bij me, voor mijn duim. Dus ik kan mijn duim er zo in doen. Dus ook lekker warm. Je kunt ook handschoentjes kopen trouwens, speciaal voor de winter. Er zijn hardloophandschoenen. Die kan je dan kopen bij een hardloopwinkel. Sportwinkels hebben ze vaak online. En wat betreft warm kleden, wat ik vaak ook heel vaak heb gehad, is dat ik de deur uitstap en denk van, shit, het is koud, ik wil terug. Maar dan heb ik zoiets van, oké, jam je gewoon even doorheen. En ja, heel vaak gehad als ik halverwege het rennen opeens zo warm krijg, dat ik gewoon mijn vest open doe. En dan denk ik van, oké, ik wilde gaan rennen, ik had het koud. En nu zit ik hier van, ik heb het heel erg warm. Dus het is vaak gewoon even doorheen bijten. Wat mij ook weer helpt is afwisselen. Naast hardlopen ga ik ook naar de sportschool. En dus op een moment gewoon bij de sportschool ben ik even op de loopband gegaan. En toen rende ik en dacht van, ja, dit is zo chill, het is zo fijn om weer te rennen. En dat motiveert ook weer om dan, ja, toch te gaan rennen. Ik vind rennen persoonlijk wel echt leuk. En op de loopband vind ik het toch iets minder leuk dan in het echt. Dus door mezelf gewoon een beetje te motiveren door het gewoon in de sportschool te doen, kreeg ik super veel zin om gewoon weer buiten te gaan rennen. Dus ook gewoon een beetje afwisseling voor jezelf erin maken. Wat voor mij gewoon altijd helpt in de winter en in de zomer, is eigenlijk gewoon een hardlooptip voor altijd, mijn playlist updaten. En sowieso vind ik het best wel naar om hard te lopen zonder muziek. Want dan hoor ik mijn ademhaling en dan hoor ik, zeg maar, het getik van mijn voeten en zo. Vind ik niet zo'n fijn geluid. Gewoon als ik op muziek ren, ja, ik weet niet, dan kan ik makkelijker, zeg maar, in mijn gedachten dwalen. En ja, toch merk ik altijd als ik mijn playlist heb geüpdate, dat ik het toch net wat leuker vind. Omdat het dan toch een soort verrassing is welk liedje er komt. En ja, ik weet niet, geeft toch een soort sfeer, andere sfeer. Ja, misschien is sfeer een heel raar woord ervoor. Maar ik vind het toch wel leuker als ik gewoon een nieuwe playlist heb. Mocht je benieuwd zijn naar mijn hardloopplaylist, ik zal hem al hier beneden in de beschrijving neerzetten. Het is gewoon een playlist op Spotify. En daar staan de liedjes in die ik momenteel heel graag luister. Vooral remixen vind ik super fijn, omdat die beat dan echt bam 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 heel chill is. Stel, je vindt het gewoon een beetje eng om hard te lopen in het donker. Wat ik in het begin ook heel vaak had, is sowieso bossen. Het wordt heel snel donker en ja, als je in een bos gaat rennen in de avond of vroeg nog, dat is gewoon geen slim plan. Ik vind dat ook heel erg tof om gewoon langs wegen te rennen waar het goed verlicht is. En vaak plan ik ook routes uit. Kijk gewoon even op de computer via Google Maps of zo waar de straten zijn. En dan zoek ik gewoon de verlichte wegen op en dan denk ik ongeveer hoe ik ga rennen. Puur voor je eigen veiligheid natuurlijk. Mocht je echt gewoon heel onveilig voelen in het donker, kan je natuurlijk ook van die speciale verlichte kleren kopen, van die verlichte jekjes. Wat ook een goede tip is, is om je in te schrijven voor een hardloopwedstrijd binnenkort. En dat is toch een soort stok achter de deur. En je kan het eten met een vriend of vriendin doen. En dan, ja, dan moet je toch naar een bepaald punt trainen, zeg maar. Dus dan heb je die wedstrijd staan en dan weet je van, oké, die datum moet ik zoveel rennen. Dan... ja, dan moet het gewoon, weet je wel. Dus dan moet je wel trainen. En dat is toch een extra motivatie om toch te gaan rennen, omdat je dan die wedstrijd hebt. Vaak is zo'n wedstrijd ook super leuk om te doen. Kijken of er bij jou in de buurt wedstrijden zijn. Internet kan je vaak heel veel vinden. Volgens mij is er een website hardloopkalender, hardloopevenement, zoiets heet het. Link zal ik wel hier beneden plaatsen. En daar zijn gewoon echt heel veel hardloopwedstrijden. Door heel Nederland zijn ze op verschillende plekken en verschillende afstanden. Je hebt ook gewoon leuke wedstrijden als de Color Run of die, ja...
een wedstrijd waarbij je echt in het donker rent met lichtjes en zo. Ook super cool. Nou, kijk maar. Het is toch ook wel tof om een keer gewoon inschrijven voor zo'n wedstrijd als je nog nooit hebt gedaan. En daarnaast blijft eigenlijk gewoon de ultieme tip als je het mij vraagt. Gewoon doen. Zoals Nike altijd zegt, just do it. Ik weet van mezelf, wat ik heel vaak doe, is dat ik zeg, oké, ik ga over een half uurtje. Half uurtje later, ik ga toch over een half uurtje. En dat is gewoon uitstel. Dat moet je gewoon niet doen. Iemand zei ooit tegen mij, een superman gezegd, ging toen niet over hardlopen, maar het is ook gewoon in het algemeen zo. Wie een wil heeft, zoekt de mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt de redenen. Super goed gezegd, want heel vaak verzinnen smoetjes van onszelf, moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon gaan. En vaak is het zo, dat als je voor het geen zin hebt om te gaan, nou ja, weet je, binnen 1 minuut of 2 minuten dan ren je, dat heb ik tenminste, ik weet niet of jullie dat ook hebben, dan heb ik heel vaak gewoon dat als ik ren, ik toch denk van, ah, super blij dat ik ben gegaan, nu vind ik het wel erg leuk. Dus gewoon even het begin er doorheen wikkelen. En dan komt het vaak wel goed. Ik denk dat het ultieme tip is. En hetzelfde gaat voor de kou. De eerste minuut is vaak gewoon het stomste. En daarna gaat het wel weer. En dan kom je er wel weer in. En dan achteraf voel je toch weer lekker dat je het hebt gedaan. En daar moet je maar gewoon aan denken. Even ook gewoon op Tumblr of Pinterest gewoon nog wat running motivation zoeken. Als je echt in een dipje zit. Ja, misschien helpt het voor jou. En ja, dan word je toch weer een beetje positief gestimuleerd. En ja, nou ja. Wie weet helpt, dus je kan het gewoon een keer proberen. Dit zijn eigenlijk mijn tips om toch een beetje uit dat dipje te komen. Als jullie nog tips hebben, laat het hier beneden achter, want ik ben heel benieuwd. Misschien heb je echt wel de ultieme tip. Ja, als jullie eventueel nog andere aanvragen hebben voor hardloopvideo's of wat voor hardloopvideo's, dan ja, kan het ook achterlaten, want ik vind het heel erg leuk om over dit soort onderwerpen video te maken. Maar ik vind het gewoon een beetje moeilijk wat ik erover kan zeggen, want ik kan het moeilijk tijdens het hardlopen vloggen natuurlijk. Dat is niet heel erg, misschien een beetje raar. Vandaag mag als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren op Fem. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Nou, next. Nee, oké. Okay.